Dat mensen gekke dingen doen, dat weten we. Maar mensen doen vooral gekke dingen als ze verliefd zijn. Dat maakt het nog veel erger. En we kennen natuurlijk het spreekwoord liefde maakt blind. Maar eigenlijk klopt dat spreekwoord niet. Eigenlijk moet het zijn verliefdheid maakt blind. En niet alleen blind, het zorgt er ook voor dat je allerlei gekke dingen gaat doen die je normaal nooit zou doen. En de vraag is natuurlijk even, hoe komt dat? Waarom doen mensen dat? Dat komt door twee stoffen in je hersenen. Namelijk dopamine, een belangrijke stof, dat is een neurotransmitter. Een stof in je hersenen die zorgt voor een heel prettig gevoel, voor een gevoel van genot. In sommige gevallen ook voor wat minder prettige gevoelens, maar daar willen we het even niet over hebben. En natuurlijk het gevoel van verliefdheid. Maar soms dan kan er een bepaalde chemische reactie in je hersenen ontstaan door die dopamine. En dan ontstaat er een stof genaamd noradrenaline. En deze stof die zorgt voor een euforisch gevoel. Voor het moment dat je net even een stapje verder gaat. Oké. Ik ga natuurlijk geen wetenschappelijke verhandeling houden over de chemische reacties die te maken hebben met verliefdheid. Maar die twee stoffen, dopamine en noradrenaline, die spelen wel een rol in deze strip, namelijk Koningscobra, het tweede deel van Little England. In het eerste deel van Little England heb je kunnen lezen hoe Jonathan, een jongen van nog maar 16 jaar, hotel de botel verliefd wordt op een oudere nachtclubzangeres genaamd Ruby. Ja, en je snapt natuurlijk dat die hersenen van Jonathan volop dopamine en noradrenaline aanmaken. Zoals ik al zei, hè, het feit dat je door die stoffen dopamine en noradrenaline dingen gaat doen die je normaal niet zou doen, dat is iets wat je meerdere malen tegenkomt in dit album. En meteen al in het begin, en dat geeft mij een gelegenheid om even die eerste pagina te laten zien, even die prachtige tekening van Thomas Ducaille. Jonathan is met zijn klasgenoot op een schoolreis. Er gebeurt op een gegeven moment iets dat hij met een klasgenootje, Becky, even staat te praten. En in één keer komt er een aap en die grist een diadeem van haar hoofd en die gaat ermee vandoor. En Becky die schrikt en die roept meteen van, hé, die aap die pakt mijn diadeem. En Jonathan die reageert meteen en hij duikt eigenlijk gewoon een afgrond in. Nou ja, dat is dus iets wat je rationeel gezien, verstandelijk gezien nooit zou doen, maar juist door die stoffen, door die gevoelens die er op dat moment zijn, doet hij dat gewoon. Na de gebeurtenissen in het eerste deel, Ruby, blijkt dat er een prijs op het hoofd van Jonathan gezet is. En er zijn allerlei mensen die zitten achter hem aan en die proberen hem te vermoorden. En zijn vader is een officier in het Britse leger. En hij laat zien dat hij die dreiging heel serieus neemt, want hij heeft ervoor gezorgd dat er beveiliging komt voor Jonathan. Ondanks dat Jonathan dat allemaal weet en dat hij gevaar loopt, besluit hij toch om weg te lopen van huis, op zoek te gaan naar Ruby. Ja, en deze tekening, deze plaat, die vind ik zo ontzettend mooi. En die illustreert wat mij betreft ook heel erg goed waar Little England over gaat. Dat het aan basis een liefdesverhaal is van een jongen die zo verliefd is op een, laten we eerlijk zijn, oudere vrouw, dat hij er alles voor over heeft om bij haar te zijn. En het mooie aan het verhaal is even dat het ook in een hele interessante omgeving geplaatst is, waardoor je buiten dat verhaal nog steeds allerlei andere elementen die dit verhaal heel spannend maken en ook heel boeiend maken om te lezen. Natuurlijk vindt Jonathan Ruby, dat is natuurlijk een gegeven, dat is niet eens een spoiler, en op zijn eigen stuntelige manier verklaart hij haar de liefde. En die gevoelens van hem, die worden dus versterkt door de dopamine en de noradrenaline in zijn hersenen. En in de dramatische ontknoping van het verhaal zet dat hem op een gegeven moment zelfs lijnrecht tegenover zijn vader. Maar in Little England is het niet alleen maar verliefdheid wat een rol speelt. Ik zei al, er staat een prijs op het hoofd van Jonathan. En dopamine zorgt voor fijne gevoelens, maar een tekort aan dopamine kan ook zorgen voor andere gevoelens. Voor onder andere depressiviteit, maar ook angstgevoelens. En dat is een gegeven waar Jonathan ook mee te maken krijgt. Want op een bepaald moment, dan wordt Jonathan gevonden door een moordenaar. En ik vind dat nog steeds een heel bijzonder stuk als je even ziet hoe Jonathan reageert. Eigenlijk zegt deze moordenaar tegen hem van, kom hier, ga hier zitten, zodat je kop eraf kan hakken. En Jonathan doet dat ook gewoon, omdat hij helemaal verstijfd is van angst. En ik heb het de hele tijd maar over Jonathan, omdat hij natuurlijk de hoofdrol speelt. Maar hij is niet de enige die natuurlijk onder invloed is van deze dopamine en deze noradrenaline. Ik noemde al even Becky. Ook zij heeft daarmee te maken, want
Jonathan die is op een gegeven moment weggegaan, Ruby achterna. En in één keer duikt Becky daar ook op. En Becky die blijkt dus weggelopen te zijn om Jonathan achterna te reizen. Want zij is ook helemaal hotel de botel op Jonathan. Alleen helaas voor haar is het niet helemaal wederzijds tenminste. Dat is even de vraag. En natuurlijk heeft Ruby zelf ook last van die stoffen in haar hersenen. Aanvankelijk lijkt dat misschien van niet. Want op het moment dat Jonathan haar gevonden heeft, wijst zij hem echt op een hele ruwe, grove manier af. Waarvan je denkt van, wow, dat is ook niet aardig. Hij heeft zoveel moeite gedaan om bij te zijn en jij schopt hem als het ware weg. Maar de vraag is even, meent zij dat echt? Want als we even terugkijken naar een hele belangrijke gebeurtenis uit het eerste deel, dan zie je even wat zij doet. En in Koningscobra kun je dus lezen of zij dat nou echt meent dat zij Jonathan niet wil, of dat het toch anders zit. Zo zie je dat als je een heel klein beetje wetenschap gaat gebruiken bij het lezen van een prachtige strip zoals Little England, dat je in één keer toch heel anders naar het verhaal aankijkt. Dat je meer gaat begrijpen waarom bepaalde personages bepaalde dingen doen. Nou was ik in het eerste album al zeer gecharmeerd van het scenario van Jean-Claude Van Rijckeghem, maar ik moet wel zeggen, dit tweede deel heeft de dopamine rijkelijk doen vloeien door mijn hersenen heen. Ja, en laat ik dan nog maar niet beginnen over het tekenwerk. Het prachtige, fantastisch mooie tekenwerk van Thomas Ducuyu. Want dan ben ik toch echt bang voor een overdosis. Kijk, nu heb ik het de hele tijd hier over verzonnen personages. Maar als we het even naar de echte wereld gaan trekken, naar onszelf. En ik heb het eigenlijk al een klein beetje gezegd. Maar als je een prachtige strip, zoals bijvoorbeeld Little England, aan het lezen bent, dan gaan bij jou als lezer die dopamine en eventueel die noradrenaline gaan ook een rol spelen. En die gaan ervoor zorgen dat je een fijn gevoel krijgt bij het lezen van die strip. En dat vind ik heel erg prettig. Daarom lees ik graag strips. Nou, bij dit album is dat zeker een hele belangrijke rol. Nou, ik ben even benieuwd. Wist je dat of heb je zoiets van, goh, heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nou, zo ja. Nou, dan hoop ik dat ik je weer iets geleerd heb. Niet alleen een leuke strip heb laten zien, maar je ook hebt nalaten denken over hoe bepaalde zaken eigenlijk in je hersenen werken, die ervoor zorgen dat je zo'n strip heel erg gaaf vindt. Tot zover dan deze stripwetenschappelijke les. Ik wens je verder gewoon ontzettend veel leesplezier. En ik hoop jullie zeker bij de volgende video weer terug te zien.